Maar in eerste instantie, de eerste reactie is altijd, wat doe je met militairen? En toen dacht ik, hoe kan ik dat nou wegnemen? En ik dacht, het is natuurlijk wel, ik heb nu tegen jou gezegd, nou, voor mij is dit militair DNA. Maar ik dacht, het is eigenlijk veel leuker om een lezer gewoon door middels van een aantal interviews zelf de conclusie te laten trekken wat nu dat militair DNA is. Hè? Dus de focus lag eigenlijk meer bij het detacheren van de pensionado's. Mm-hmm. Ja. En ondertussen is de tak het bemiddelen van de leuke jonge militair die bij Defensie weg wil om redenen, privéredenen, mm-hmm. Is eigenlijk een hele stevige tweede tak geworden die we doen. En dat is eigenlijk nooit de focus geweest, maar dat doen we er wel bij. Het is niet mijn bedoeling om te hunten op actief dienende militairen, dus daar hou ik me ver van. Maar als ze zich bij mij melden, of als ik zeg ik heb een leuke vacature, ik verspreid dat dan in de veteranenvereniging. Ik zeg ik zoek zo'n profiel voor zo'n soort bedrijf. En mensen melden zich bij mij, ook al zijn ze in actieve dienst. Dan kan ik natuurlijk wel zeggen van er is latent interesse om te vertrekken. Maar ik ga niet Pietje Puk hunten omdat ik denk dat hij goed past op die functie. Want die militair is geleerd in zijn carrière dat team, de zwakste schakel in dat team, dat maakt hoe sterk dat team is. En dus ze zijn heel erg gewend om te zorgen dat in dat team de neuzen de goede kant op staan enzovoort. En dat kunnen ze vaak op een hele leuke manier bewerkstelligen, omdat ze in verschillende situaties hebben leren leiding geven. Ja. Op verschillende niveaus in hun carrière enzovoorts. En dat zie je terug. Nou, en dat is iets, als je hebt over militair DNA, dat zijn dan de componenten. Dat ze goed kunnen leiding geven, dat ze bij onverwachte situaties gewoon ook hun mannetje kunnen staan. De zelfstandigheid, de vriendelijkheid, maar wel de doelgerichtheid. Ja. Als je je carrière doorloopt bij Defensie voor een groot deel van, in elk geval je beginstuk van je carrière, dat heel erg vormend werkt. Dus die vorming, en dat is dus wat mij betreft dat militair DNA, dat is echt die vorming die je dan hebt in die basisperiode, die is wel heel bepalend voor de rest van je carrière. Ja, want ik kreeg echt stukjes. Als compliment van, ze zijn zacht voor de mens, maar ze houden wel vast aan hun koers. Ja. En ik denk dat een super mooi compliment is wat je dan krijgt over je doelgroep, die heel passend is en ook breder over de hele doelgroep geldt.